Dit is de Sony A7 IV en het is echt een ongelooflijk mooie camera. 33 megapixel sensor, 7K oversample naar 4K voor extra scherpte, detail en super weinig noise. 4K 50 frames per seconde. Eindelijk 10-bit 422, razendsnelle en accurate autofocus, met touch tracking. Video-eye autofocus voor mensen, dieren en vogels. Een dubbele processor voor extra snelheid. Unlimited recording zonder overheating. Het kleurenprofiel S-Cinetone, een betere body, betere knoppen en full-size HDMI. Nu met een flipscreen en die heeft niet alleen meer resolutie, maar geeft ook eindelijk een accuraat beeld. De viewfinder is ook scherper geworden en als laatste denk ik dat er dual native ISO in zit. Goed, je snapt dus dat ik mega enthousiast ben over deze camera. Maar nu gaan we even in een rustige tempo kijken naar alle eigenschappen en wat het daadwerkelijk betekent in de praktijk. En ik ga je een hoop video- en fotosamples laten zien. Allereerst de 33 megapixel sensor. Hiermee komen je foto's uit op 7008 bij 4672 pixels. Dat is een mooie extra scherpte ten opzichte van de 6000 bij 4000 pixels van de A7 III. En je zou denken dat je door de hogere megapixels ook meer noise in je foto's krijgt, maar uit mijn test is gebleken dat het praktisch gelijk is. Die 33 megapixel sensor betekent dus ook dat de camera 7K aan video kan gebruiken. Die 7K resolutie wordt oversampled naar 4K en dat betekent simpelweg dat het verkleind wordt, met als resultaat een superscherpe 4K en veel minder noise. Ik heb uitgebreide tests gedaan en deze camera heeft bij veel ISO-waardes minder noise dan de lowlight king, de A7S III. Dat komt dus door die oversampled 7K en in de praktijk is dit echt heel erg nuttig. Ik kom straks nog even terug op lowlight, noise en dual native ISO. Trouwens, over die test gesproken, er komt sowieso nog een uitgebreide A7 IV versus A7S III video aan. En ook nog eentje versus de A7 III. Dus wil je dat nou niet missen, zorg dat je bent geabonneerd op mijn YouTube kanaal. De A7 IV kan nu 4K 50 frames per seconde filmen. Dus je kan eindelijk in volledige 4K een productie maken met real-time beelden en slow motion, zonder verlies in kwaliteit. Ook blijft de volledige autofocus gewoon werken. Je kan nu via een custom knop heel snel wisselen van 25 naar 50 frames per seconde, zonder dat je echt het menu in hoeft. Helaas is het wel zo dat deze 4K slow motion alleen werkt in de Super 35 crop mode. Dus tijdens het filmen in 4K 50 is je beeld anderhalf keer vergroot. Gelukkig heb je geen verlies in resolutie, aangezien de camera die grote 7K sensor heeft. Zelfs in de crop mode wordt er nog oversampled vanaf 4,8K, dus je hebt nog steeds een beetje voordeel van het oversamplen. Maar goed, die anderhalf keer crop is dus wel iets om rekening mee te houden. Wat mij betreft is dit het enige echte minpuntje aan een absoluut fantastische camera. En aan de andere kant snap ik het ook wel, want anders ging deze camera wel erg veel lijken op een A7S III. Een andere grote verbetering is de 100 frames per seconde slow motion in Full HD. Dat kon de A7 III ook al, maar het was al onbekend dat de Full HD van die camera niet echt van hoge kwaliteit was. En de 100 frames per seconde al helemaal niet. Op de A7 IV is dat van veel hogere kwaliteit, met meer details. En ik weet zeker dat je die Full HD beelden prima kan mixen in je 4K productie. Eindelijk kun je werken met 10-bit 422. Dat betekent simpelweg dat er meer kleurinformatie in de beelden zit, waardoor je dus veel meer kunt doen met je color grading, zonder dat je beeld kapot gaat. Maar het allerbelangrijkste voor mij aan 10-bit 422 is dat je fatsoenlijk in S-log 3 kan filmen. En dat vind ik het mooiste profiel met bizar veel dynamisch bereik. Als je in S-log 3 filmt is het super plat met weinig contrast. Om dat tot leven te wekken moet je als het ware flink aan het beeld trekken. Op de 8-bit van de A7 III kun je gewoon niet met log werken, want er zit niet genoeg rek in het beeld. Je krijgt rare kleuren, vreemde artifacts, noise, noem het maar op. Dankzij 10-bit 422 op de A7 IV zit die rek er dus wel in en kun je hele mooie beelden maken. Echt een gamechanger voor professionele video's. Het plaatje wat eruit komt ziet er zo goed als hetzelfde uit als mijn A7S III, dus de beelden kun je heel goed matchen met elkaar. Ik ben er ook achter gekomen dat deze camera een bepaald gedrag vertoont wat wel heel erg veel lijkt op een dual native ISO. Dat betekent dat wanneer jouw camera een bepaalde ISO-waarde bereikt, dat dan de noise ineens weer veel minder is. Ik heb ontdekt dat het omslagpunt altijd 2 stops boven de base ISO van een profiel is. Dus in S-log 3 is de base ISO 800. En als je dan de ISO met 6 stapjes gaat verhogen, oftewel 2 stops, dan kom je uit bij 3200 ISO. Je ziet dat als ik blijf schakelen tussen 2500 en 3200 ISO, dat hij dan steeds veel cleaner is bij de dual native ISO van 3200. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat deze camera sowieso al een beest is in lowlight. ISO-waardes verhogen in S-log 3 maakt niet zoveel uit. Zelfs de ISO-waardes onder de dual native ISO zijn zeer bruikbaar, dus in de praktijk is dat heel erg handig. Bij de A7S III valt het namelijk op dat in S-log 3 de ISO-waardes boven de base ISO niet zo heel clean zijn en dat je eigenlijk beter de dual native ISO van 12.800 kunt gebruiken. Maar in de praktijk is dit vaak weer veel te licht, dus je bent soms gewoon een beetje aan het stoeien met je belichting. Ik ga hier gewoon even een dik statement maken en zeggen dat ik over het algemeen vind dat de A7 IV de allerbeste lowlight camera is. Want in de meeste praktijksituaties heb je gewoon de minste noise. Maar de A7S III blijft de koning van lowlight in echt donkere situaties. Maar juist bij hele hoge ISO-waardes is die weer echt veel cleaner. Je gaat hier meer over zien in mijn A7 IV versus A7S III video. In de A7 IV zit net als in de A7S III een razendsnelle dubbele processor. Dus ondanks de grotere 33 megapixel bestanden kan die heel snel de buffer leegmaken. Op de A7 III was je nog wel eens een tijdje aan het wachten tot de buffer leeg was, maar bij de A7 IV heb ik bijna nooit echt hoeven wachten. Hij was gewoon meteen leeg. En alles is nu eigenlijk veel sneller. Het aan- en uitzetten, de bediening en natuurlijk de autofocus. En damn, wat is die autofocus verschrikkelijk goed geworden. Er zit nu Eye Autofocus op voor video, dus de gezichtsherkenning is nog vele malen accurater. Ook is die razendsnel en zoals je ziet in deze test pikt hij meteen mijn gezicht op. En dat terwijl de A7 III dat echt niet kan bijbenen. De Eye Autofocus werkt nu ook zelfs op dieren en vogels. Dat is iets wat naar mijn weten geen enkele andere Sony camera op dit moment kan. In dit voorbeeld zie je eye tracking op een vogel en hij pakt hem zelfs tijdens de vlucht op. Ook werkt die Eye Autofocus nog steeds goed in extreme lowlight condities. Zo zie je dit shot van mijn hondje op 51.200 ISO en de autofocus werkte nog steeds op haar ogen. Je kan nu eindelijk ook tap to focus doen en dan blijft hij het onderwerp automatisch volgen. En dat werkt voor video en voor foto's. Hier zie je een burst sequence die ik van Bart heb geschoten op f2.8 en 200 mm, dus de scherpte diepte is heel dun. Hij rent naar me toe en alles is haarscherp op zijn ogen. Dat is dus de kracht van de autofocus in combinatie met die snelle dubbele processor. In een andere fotografietest had ik de tracking spot focus gebruikt. Als je de sluiter half indrukt, dan blijft hij het onderwerp die onder het vakje staat tracken. Ik ging foto's maken voor mijn broer en ik had met deze tracking spot focus zijn gezicht automatisch getrackt. In deze hele serie bleef zijn gezicht in focus, zelfs toen hij even uit beeld was. En zelfs toen hij wegdraaide bleef hij als onderwerp in focus. Ik ben echt onder de indruk van de autofocus. Je kan nu ook, net als bij de A7S III, de autofocus gebruiken tijdens handmatige focus. Dit doe ik zelf heel erg vaak, dan werk ik in handmatige focus, maar dan druk ik even op de sluiterknop om toch de autofocus te gebruiken om snel de focus te veranderen. Waar ik ook heel erg blij mee ben is het flipscreen. Dat is gewoon ontzettend handig als je zelf gaat filmen, als je gaat vloggen of tijdens het opnemen van een YouTube video. Maar het is ook heel erg handig voor lage shots en bijvoorbeeld voor hoge shots. Of als je onder hele lastige hoeken moet filmen. Ook is het ideaal voor fotografie in de portretstand, want je hoeft nooit meer op je buik te liggen om een foto te maken. Je kan gewoon het schermpje uitklappen. Ik vind het fijn dat de uitsparing voor het schermpje nu onder zit in plaats van boven bij de A7S III. Openmaken met mijn duim gaat nu heel natuurlijk. Zowel het schermpje als de viewfinder zijn omhoog gegaan qua resolutie. Een grote verbetering wat mij betreft, want ik kon serieus soms niet eens goed zien of iets in focus was op mijn A7 III. Zelfs niet naar inzoomen. Ook is het beeld nu veel accurater en geeft het een goede weergave van het eindresultaat. Geen highlights meer die er uitgebrand uitzien, terwijl ze dat niet zijn. Iets wat helaas niet verbeterd is, is de rolling shutter. Die is ondanks de snelle processoren nog steeds hetzelfde als de A7 III. De A7S III blijft toch echt wel de koning op dit gebied. Wat dan weer wel echt een gamechanger is, is de nieuwe variabele shutterfunctie. Het komt nog wel eens voor dat je ergens filmt met kunstlicht en dat je strepen in beeld krijgt. Dat komt omdat die lampen op een bepaalde obscure frequentie werken. Mijn Philips Hue lampen zorgden bij mijn A7 III altijd voor strepen in beeld. En deze A7 IV had het probleem ook. In het menu kun je nu de variabele shutterfunctie aanzetten en dan kun je in stapjes van 0,1 de sluitertijd aanpassen. Nu kun je dus een bepaalde waarde opzoeken die aansluit bij de frequentie van de lampen en dan verdwijnen de strepen helemaal. Dan meteen nog een grote verbetering. Net als bij alle andere recente Sony camera's is het opnamelimiet eraf gehaald. Er is geen opnamelimiet meer van 30 minuten zoals de A7 III dat had. Overheating is simpelweg geen probleem. Dat was het niet op de A7 III en dat is het ook niet op de A7 IV. Ik heb zelfs in 4K 50 frames per seconde non-stop kunnen opnemen voor maar liefst 1 uur en 51 minuten. Toen ging de batterij pas leeg. In 4K 25 kon ik 1 uur 58 opnemen, net ietsje langer dus. Dit is net zo lang als de A7S III, maar de A7 III was de absolute koning, want daarmee kon ik 2,5 uur opnemen. Maar goed, de A7 IV is 10-bit 422 met een hogere bitrate, dus logisch dat de batterij iets minder lang meegaat. De A7 IV heeft verder heel veel geërfd van deze A7S III. Zo is de body echt exact hetzelfde en de knoppen ook. De aansluitingen zijn ook hetzelfde, dus het is heel fijn dat je nu een klein poortje hebt voor de microfoon en dat er een full-size HDMI op zit. Er zijn nu ook geen enkele problemen meer met het aansluiten van een externe monitor. Je cameraschermpje blijft gewoon werken en ook hou je volledige autofocus. De body is echt een grote verbetering ten opzichte van de A7 III. Je hebt nu een betere grip en de knoppen werken veel fijner. De recordknop zit bovenop en dat vind ik beter dan waar die zat op de achterkant. Er zijn twee dingen die wel nieuw zijn op de body. Dat is deze quick switch tussen foto, video en SNQ en het feit dat de exposure dial oneindig kan ronddraaien. Het voordeel aan de nieuwe dial is dat je hem kan programmeren op verschillende dingen. Ik heb hem zelf voor de videostand ingesteld op witbalans en als ik nou met de quick switch wissel naar de fotostand, dan zie je dat hij werkt als een gewone exposure dial. Die quick switch tussen foto en video is best handig, maar je kan hem ook zo instellen dat hij bijvoorbeeld in de videostand op S-log 3 filmt, maar in de fotostand dat dan het profiel uitgezet wordt. Maar ik heb het in mijn A7S III review ook al gezegd, het zou handig zijn als er meer settings gesplitst konden worden, zoals bijvoorbeeld zebra's. Dan is het een echte quick switch. Nu moet ik na het wisselen alsnog zelf de zebra settings aanpassen. Hetzelfde geldt ook voor de S- en Q-stand, waarmee je snel kan wisselen naar het opnemen van slow motion. Aangezien er geen shutter angle op zit, moet je alsnog de sluitertijd met de hand aanpassen van 1/50ste naar 1/100ste. Dus een echte quick switch is het niet. De A7 IV heeft ook het nieuwe Sony menu gekregen, die echt veel beter is en die je ook volledig met het touchscreen kan bedienen. De sensorstabilisatie kan nu net als bij de A7S III in de active stand gezet worden. Daarmee vergroot het beeld 1,1 keer, maar dan heeft de sensor wat meer ruimte om extra krachtig te stabiliseren. Ik heb ook gezien in de Catalyst Browse software van Sony dat je beelden kan stabiliseren, dus het lijkt erop dat er ook gyrodata wordt opgenomen. Deze camera heeft nog meer dingen overgenomen van de A7S III, zoals de auto white balance lock, een duidelijkere kleur voor de focusbox, het rode recordrandje, het opslaan van je camera-instellingen en het verplaatsen van het vakje als je een custom white balance gaat schieten. Daarnaast zitten er nog veel meer nieuwe handige features in die ik nergens anders gezien heb, maar daar ga ik een aparte video over maken. Voor wie is deze A7 IV nou geschikt? Als jij je A7 III een beetje uitgegroeid bent, dan is de A7 IV echt een prachtige upgrade. Of als jij nieuw in de markt bent en je bent op zoek naar je eerste serieuze full-frame videocamera, of als je een mooie fotocamera zoekt, nou helemaal top als je de beste hybride camera zoekt, want deze doet allebei ontzettend goed. Ook is het een hele mooie B-camera voor video naast een A7S III, FX3 of zelfs een FX6 of FX9. En als jij een tweede camerabody zoekt voor je fotografieklussen, bijvoorbeeld naast je A1, A9 of A7R, dan is de A7 IV ook een perfecte tweede camerabody. Ik ben er 100% van overtuigd dat deze camera een gamechanger gaat zijn, net als de A7 III destijds was, en daarom heb ik hem zelf meteen besteld. Een enorme upgrade van mijn A7 III, zowel op video als fotogebied, en hij zal perfect samenwerken met mijn A7S III. Wil je nou nog meer A7 IV content zien? Hou dan even mijn kanaal in de gaten, want er komt nog veel meer aan. Laat even een dikke like achter voor deze video, want ik heb me echt helemaal stuk gewerkt om het af te krijgen voor jullie. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik jou in de volgende video. Later!